Marije, gekwalificeerd voor het EK in Eindhoven. Hoe mooi is dat? Ja, heel mooi. Het is natuurlijk in een pad waar het EK ook gehouden wordt. En het is toch weer een EK, dus toch een heel groot toernooi, net als de WK en de Paralympische Spelen. En het is ook gelijk op de eerste dag dat je twee kwalificaties zwemt, dus het is echt heel mooi. Ja, want op het vorige EK pakte je een bronzen medaille. Wat zijn je doelen nu? Ik weet wel dat ik de bronzen medaille op de EK in 2011 was op de 100 meter rugslag. Ja, ik heb zo'n vermoeden dat dat toch wel lastig wordt, want ik heb me nu echt vooral gefocust op de vrijslag. Dus ik weet niet wat erin zit, maar ik haal het beste eruit. Ja, het WK 2010 was je er al bij. Je bent pas 18. Waar haal je dat talent vandaan? Ik zwom al vanaf mijn zesde. Dus misschien dat het daar vandaan komt. Ik heb geen idee. En heel veel trainen door je talent te ontwikkelen. Je hebt al aan 4 grote toernooien meegedaan. Nu het EK. Wat neem je van die ervaringen van de vorige toernooien mee? Hoe je de voorbereiding er naartoe doet natuurlijk. Maar ook hoe je het hebt beleefd. Dus een EK is natuurlijk net zo groot als een WK en een Spelen. En de mensen die er zijn, zijn toch allemaal hetzelfde. En eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Net zoals dit kwalificatietoernooi hier in Eindhoven is eigenlijk bijna hetzelfde als een EK. Zo moet je er tenminste instappen. Dus gewoon doen waar je goed in bent. Je kwalificeert je in Eindhoven en het EK is straks in Eindhoven. Hoe motiveert een toernooi in eigen land jou? Het motiveert me eigenlijk wel heel erg. Want het is toch je eigen land. Dus je kan laten zien aan je eigen land wat je kan. En omdat het Nederland is, zou je er ook wel meer Nederlanders zien. Waardoor je nog meer mensen hebt van, ze kijken. En dan wil je toch echt het beste van jezelf laten zien. Geeft dat druk of geeft dat juist iets leuks? Allebei wel natuurlijk. Want je geeft ook wel een beetje druk, omdat er toch wel meer Nederlanders naar je kijken waarschijnlijk. En maar het geeft ook wel, het is ook wel een kick, want kijken wel meer veel mensen naar je. Dus het zal wel gaaf zijn.